Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken. Ik ben Stefan Gewens. En moet je zien wat Kieke meer even aan doen is. Die heeft een hinkelbaan gemaakt. Wat ben je nu hier, schatje? Hé, hey, heeft een mooie hinkelbaan gemaakt. Hele grote. Ja, papa heeft het gezien. Kijk. Ja. Met wat heb je dat gemaakt dan? En met de puzzels. Mama, kom nu naar beneden. Ja, ik kom naar beneden. Kom ik even de puzzels bekijken. Oh nee, hinkelbaan. Nee, puzzels en lava. Oh, is het lava. En daarom moet je een hinkelbaantje hebben. Nee, terugleggen die armband. Pop. Terugleggen. Ja, die is van papa. Ik kan niet eraf. Kan die niet meer af? Nee. Oh-oh. Kijk. Oh-oh. Je bent een klein moefje. En Kiki Mia is vanmorgen goed in bed blijven liggen, hè? Tot het schaapje de ogen open had. En wat mocht je doen? Een? Sticker. Goed, zus. Kan ik je even helpen? Hoppa. Papi. Ja. Zo. Ja, strak. Zo. Dankjewel. Lekker ding. Papi, nog een ringetje. Ik ga zo even een lekker bakje koffie doen. Papi, de sneeuw gespuugd. Heb je met je slie een keer met de sneeuw gespeeld? Ja, met deze. Kijk. Oh, doe maar gauw weer terug. Nee. Kiki had een keer de hele kussen, of die hele beer leeggetrokken. Ik ga weer leen. Nee. Ik doe mijn handen in. Oh, en dan de rits dicht. En dan mag jij een rijstwafel pakken. Kijk eens. Wauw. Ik denk dat ik die chocoladerijstwafel ga opeten. Nee. Kiki, nee. Gaan we allemaal een keer die samen met jou doen? Ja, gaan we helemaal leeg plukken. Ja, dan is mama er ook. Rens en de vlag. Traditie getrouw. Een touwtje eraan. Vlagje eraan. Knop met oranje. Nou, wat wil je nog meer? Dan moet je dus ook even zingen, hè? Ja. Wil helpen, vader. Jij vindt het wel. Nou, mooi man. Hé, hey, Kiki. Ik denk dat je chocola hebt gehad. Huh? Ik denk dat je chocola hebt gehad. Ja. Ja. Nou, ik ga hem lekker een bakje koffie zetten. Kijk, Kiki in de hinkelbaan. Heb je een mooie hinkelbaan, schat? Dus, ik ga even lekker een bak koffie zetten en dan zien we jullie zo weer. De kind is iedereen aan het afbellen met de FaceTime. Hallo meisje. En die ligt hier lekker chill. Hi. Geniaal dit. Kiki, wie is de jarig vandaag? De koning! Habé! En waar gaan we heen? Naar de koning. Ja? Met wie? Met Angelina. Oh, dat is gezellig. Dat is gezellig, hè? En wat gaan we daar doen dan? Feestje vieren? We gaan er eens af, joh, gekkie. Kiki draagt het oranje voor ons, denk ik. Oh, je hebt ook oranje aan. Ja. Lekker, man. Ik heb dit topje nooit aan, omdat ik het zo oranje vind, man. Ja, ik gewoon niet, hoor. Ik heb gewoon... Je hebt blauw. Niks. Wel, je blauw. Oh, wacht even. Een beetje goudig. Goud. Blauw, je schuist op blauw. Ja. Want je blauw telt ook.
Oké. Gaat die kant op, Kiki? Nou, dat denk ik niet, want we moeten de honden uitlaten. Oh, ga je de honden nog uitlaten? Dat wordt altijd vergeten, hè? Eerder met de kinderwagen met de boom. Volgende keer. Hetzelfde. Ja, Box. Hoe hebben we gisteren geleerd dan? Zo? Nee, eerst high five. High five, Box. Telefoontje. Nee, telefoontje. Oh. Ja, zo ja. Dat deed net ook in met. Ja? Zoals we het goed pakken. Geef het niet. Dus wij gaan jullie kan op nadat de honden uitgelaten zijn. Wat nog een keer? Oh ja, high five. Box. Telefoontje. Nee, zo. Nee, die. Ja, zo. En dan zo. Nee, die vinger toch? En kijk zo. Papa, je moet het zelf doen, hè? Nee, lekker ding. Dus wij gaan die kant zo op als de honden hebben gedaan. Ik had laatst een discussie over schoenen, dat Rens schoenen mooi vonden en ik vond het helemaal niks. En ze kreeg toevallig van de week kreeg ze dus een pakketje binnen. Ik zei, wat zit erin? Ja, iets wat jij niet mooi vindt. Verder niet over weer gehad. En nu zie ik haar in één keer met deze schoenen lopen. Dus die heeft ze nieuw binnengekregen. Doe jij anders je regenboogschoenen aan? Doe jij anders je regenboogschoenen aan? Ja, dat doe ik. Oké. Okay. Dus ik heb Rens even van harte gefeliciteerd met haar nieuwe schoenen. Weet je waarom? Omdat hij ze niet mooi vindt. Nou, ik vind ze wel leuk. Vind jij ze ook mooi, Kiki? Zou je ze onderaan doen? Nee. Nee? Is dat niet te koud? Vind je mama's nieuwe schoen ook mooi? En een waterbak, hè? Die viel jou op, hè? Dat het een nieuwe waterbak was. Uh-huh. Ja. Ze zegt in één keer, papa, we hebben een nieuwe waterbak. Nou, gaan jullie maar alvast voor de hondjes doen? Je hebt je sokken nog niet aan. Je Chico, kom. Riemom. Kom, we gaan je riemom doen. Ja, zo kan het ook. En de hond, en de lolly, en de kinderwagen. Nou. Lekker, man. Je bent van alle markten thuis, hoor. Kijk je, Mia. Chico, kom. Oh, nog even een keertje plassen. Ja, doe maar. Kom. Nou, inderdaad, je kunt nog wat van leren, schat. Ho, toen zat je in de knoop. Rondje. Hup, en door. Zo makkelijk dit allemaal. Nou, we zitten in de auto onderweg naar een gewijzigd provincietje. We zouden naar Amersfoort gaan, maar uiteindelijk gaan we naar Apeldoorn, toch? Ja. Want in Amersfoort hebben ze die, hoe heet dat niet? De kinderen. Nee, je vlag uitgaan! Oh, rustig. En deze Apeldoorn? Dus we gaan even onderweg zijn we naar schoonouders van Jamie. Want ja, Jamie de hond aan het wegbrengen. En dan gaan we die kant op. Dus ik zeg, lekker stukje rijden. Nee, doe maar niet. Ik geef je een stiekem. Ze wordt verlegen van jou. Liedje is dit? Van mij? Nee, mij. Van jou? Ja. Nou, en ik sta hier met de kinderen, met IJs, Angelina daar en de mannen die zijn daar binnen. Omdat er korting is. Piet, daar staat hij wel. Nou, Angelina, laat me staan. Woe! Kiki, denk aan je ijsje. Mee.
Ga volgen, hij is een topper. Oh, die dingen. Als je met Jamie of Sabbe komt, kom je sowieso in de cafetaria terecht. Tuurlijk. Wat zeg je? Dan? Onze reserve bellen. Dat lijkt echt goed. Wat zeg je? Onze reserve bellen. Dat zei je niet. Reserve bellen. Die heeft geen stem meer over. Nee. Het lijkt echt alsof je een zware gefeest hebt. Ja. Maar moet je even wat vertellen? Altijd een feest. Toen ik bij jou kwam gisteravond. Wat heb jij daarvoor gedaan? Ja. Ik zeg net, ik heb haar op uitjes alleen gelaten. Dat kan best. Kan best. Ben ik lekker even de stad in geweest. Onze schorrenel. Onze schorrenelli. Dan zijn we thuis, we hebben de hondjes uitgelaten. En wat heb je aan je voeten, Kiki? Soms. Ben je er even af aan het halen? Dus, je hond. Oeh. Kom mee. Nee. Gaan we eraf poetsen onder de douche? Ja, nee. Wie als eerste boven is en onder de douche staat, daar gaat mama. Kom gauw. Mama en papa. Ja. Denk ik in mama gewonnen. Ik denk dat in mama gewonnen. Mama heeft al bijna gewonnen. Papa. Ja. Deze voet doen. Nou, ik ga de slippers alleen maar weer naar voren. Kom zien. Oh, jij hebt veel zand op de voet, hè? Boefje. Zijn die vlechtjes leuk, hè? Nee, dat is niet leuk. Pita, jij moet naar binnen. Je mag niet naar buiten. De deur moet dicht. Ben je klaar? Nee. Zandmonstertje? Ik ben straks klaar. Wat zeg je, mama? Mama staat onder de douche. Oh-oh. Pieter, je moet naar binnen. Kom. Kom. Papa, je moet de deur dicht doen, anders gaat hij... Nee, we gaan nu naar binnen, we gaan lekker douchen. Kom. En toen moest ik nog even heel snel naar het Albert Heijn. Want ik was even vergeten dat ik helemaal geen brood meer had. Zeg maar gewoon echt helemaal niks. Dus ik had morgen helemaal geen ontbijt. Helemaal niks. Ook geen yoghurt of iets. Alleen maar pap. Dus dat kijk je ook niet lekker. En de winkel ging natuurlijk om 8 uur dicht, want het is Koningsdag. Dus ik heb heel snel. Ik ben echt in 3 minuten denk ik door de winkel heen gegaan. Snel even alles gepakt wat ik nodig had. En nu gaan we weer. De auto in. Naar huis. Het enige fijne is wel dat er echt bijna niemand is. Hoep, er staan hier een paar autootjes. En daar staat bijna helemaal niks. Dus, maar op naar huis. Welkom op zaterdagavond. Kiki in bed. Rens thuis. Die heeft gewoon net nog even brood gehaald. Ik weer in de auto. Want... zaterdagavond heb ik altijd een last minute even een car meetingtje. Ben benieuwd waar ik terugkom. Er zijn in Nederland heel veel. Even dat start stop uit hoor. Zijn in Nederland nu heel veel car meetings. Dus ik ben benieuwd waar ik eindig. Ik heb gehoord Doetinchem. Ik heb gehoord Enschede. Ik heb gehoord Hengelo. Ik heb gehoord Zwolle. Ik heb gehoord Kampen. Amsterdam is er zelfs nog eentje. Er zullen er nog wel veel meer zijn. Alleen,
mensen die ik ken, die zijn naar Doetinchem, Enschede, Kampen heb ik iemand gehoord, en Zwolle roep ik iemand gehoord. Dus ik heb geen idee welke drugs het is. Er is nu iemand onderweg naar Doetinchem. Die is er met een klein kwartiertje. Dus dan krijg ik daar in ieder geval van te horen of het wat is of niet. En, oh, we gaan aan de weg. Daarna ga ik nog te horen krijgen hoe druk het is in Enschede is. Dus ik rijd in ieder geval richting die kant op, denk ik. En dan gaan we eventjes zien of ik naar rechts of naar links ga in die tijd. Want ik kan gewoon nog opsplitsen. Dat kan ik ook gaan. Maar eerst gaan we even natuurlijk onze vaste bijrijder Wouter ophalen. En zoals ik jullie al heb laten weten, hebben we nog een cadeau voor Renske. In de vorige vlog al heb ik dat laten weten. Die heb ik nu bij me. Die ga ik hem zo meteen even geven. Wouter heeft nog een cadeautje voor Renske, want Renske was jarig, maar Wouter gaat op vakantie. Dus die kan hem de komende tijd niet geven. Dus neem ik hem vannacht mee. Dus we gaan even lekker die kant op knallen. Lange dag gehad met de kleintjes. De hele dag de kleintjes mee. En dan ook nog gezellig op het terras zitten. Dus dat vreet wel energie. Dus ik weet niet tot hoe laat ik het ga maken vannacht. Meestal ben ik wel laat. Vorige keer was ik wel netjes op tijd. Toen was ik rond een uurtje of half één thuis of zo. Maar die keer daarvoor was ik echt om half vier uur thuis. Dus ik ben benieuwd hoe laat het vannacht wordt. Als het gezellig is, wordt het laat. Dus we gaan even die kant op knallen. Daar is hij wel, onze enige echte Wouter. Dus we gaan die kant op knallen. Wouter, ik heb even colaatjes opgehaald. En ja. Wat een snor, hè? Dus we gaan gas geven. En Wouter is een cadeautje van Renske vergeten. Ja. Maar ga eens naar voren met dat dikke lichaam van. Ja, jongen. Renske is niet zo groot als ik. Nee. Maar daar is hij bij mee. Ik heb wel een cadeautje voor jou, jongen. Oh, dat is leuk. Unboxing in de auto. Gewoon omdat het overal kan. Het kan overal. Maar we houden het wel netjes voor Renske. Dus Renske, als je het ziet, de hond was niet van mij. Nee, zeker. Wow. En dan denk je, wat is het dan? Ja. Kijk eens. Een dikke vette padelrekker. Die is wel dik. Mooi man. Kun je een keer proberen van mij te winnen? Hoe is het vorige keer geworden? Dus, lekker man. Wouter is er blij met de droom, zie ik. Wij gaan even gas geven. Kloppen. Oké, we zijn op de car-meeting, maar we zijn ondertussen eventjes aan het schuilen, want het regent. Waarom nu? Dus we hebben lekkere kipnuggetjes, maar een frutje. Het is dus perfecte tijd om even te schuilen, want dan kunnen we even lekker het eten naar binnen werken. We zijn de hele avond met deze BMW op pad. Gezellig, hè? Wat een machine is het ook, hè? Ja, en let op, ik ga hem op de auto staan. Misschien dat we hem zo moeten kunnen. Ik weet niet waar hij langs moet. Oh, daar rijdt hij ergens. Lekker man. Oké, en een kanon van een auto. Wacht even, ik weet niet of ze hier nog zo'n pionnetje voor. Stel hem verderop, zetten we alleen. Ja. Waarom waren we met de BMW vanavond? Wij waren op een meeting, toen waren we naar een andere meeting. En toen zijn we uiteindelijk nog naar een andere meeting gegaan. Alleen we hadden zo de gang erin. Zo leuk. Waar moest je? Ja, het was zo leuk en ging allemaal lekker. Dat
tank leeg was. En we hadden zo'n haast, dus we hebben zo de auto langs de kant van de weg neergezet. En we zijn bij de BMW ingestapt. Topwagen. En we gaan nu eerst eens even een poststation zoeken. Lekker verwilderd kapsel, heerlijk. Maar lekker tanken. Ik stap net uit. Oh nee, je hoort de pomp misschien wel. Ik stap net uit, ik zeg, kerel, wat stil hier zat. Het is hier echt... je hoort hier een vlieg nog vliegen, zeg maar. Zo stil. Maar, even tanken, dan gaan we weer richting Zwolle. Uurtje rijden, denk ik nog. Maar, was alweer een geweldige avond. En, even knallen. Oké. Okay. Ja, ik film even met mijn telefoon, camera ligt in de auto. Maar, vorige dat ik heb getankt, was het €2,42 in Zwolle. Dus ik denk dat ik beter in dit een of andere gat, waar het zo stil is, echo, kan gaan tanken. Want hier kost het gewoon €2,24,9. Gewoon dikke 20 cent goedkoper. Lekker man. In plaats van €188, €145. Wouter, we gaan hier vaker tanken man. Beta. We gaan weer gas geven. Lekker man, we zijn weer in Zwolle bij Wouter thuis. Wouter even afzetten en dan gaan we zo. Op Husan naar bed. Veel spreken, was gezellig. Pak de spullen nog even. Ja, je mag hem spullen. Wij gaan nog even spullen laden en dan zien we jullie zo. Inmiddels zijn wij lekker thuis gekomen. En wat hebben we gedaan? 367 kilometer. En dat hebben we vanavond gereden. Maar we hebben nog meer gereden, want we zijn dus op een gegeven moment in de BMW gestapt. En ook nog twee uurtjes meer gereden ofzo. Dus was mijn avondje wel. Het is 3:15. Ja, 3:11. Dus ik ga lekker naar binnen. Ik ga me even douchen en dan zien we jullie morgen weer. Dus ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de vlog. Eeuw. Like nou wanneer. Tot de volgende keer. Later.